Sinds een paar dagen terug bij Sparta. Hoe is het om weer het rood-wit te dragen en je weer Spartaan te mogen noemen? Ik ben vooral dankbaar dat ik nog een kans... Ival, je bent toch gedegradeerd, dat ik de kans krijg om bij Sparta weer in de Eredivisie te voetballen. Het is leuk dat je het Sparta-shirt aan kan doen en wedstrijden kan spelen. Zoals ik al zei, ik ben vooral dankbaar dat ik deze kans nog krijg. Deze kans had je ook bij andere ploegen in de Eredivisie kunnen krijgen. Je hebt ook een kans in het buitenland gekregen. Maar de keuze viel op de club waar je ook de jeugdopleiding doorlopen hebt. Wat was daar je reden voor? Toen het allemaal een beetje begon, het bellen en noem maar op, ben ik goed gaan zitten samen met diegene die mij begeleidt en helpt. En ik denk dat het voor mij was het nog 1 jaar in Nederland, waarvan wij eigenlijk niet hadden verwacht dat überhaupt zou lukken. Omdat ik ben 26, dus ik had zoiets van waarom zou een club mij voor 1 jaar contracteren. Of gewoon in het buitenland. Dat is meer gewoon omdat ik weet ook dat ik niet meer bij Ajax, Feyenoord of PSV kom. Eerlijk is eerlijk. Dus dan moet je toch aan je toekomst gaan denken en ook als je klaar bent. Dus het was of nog 1 jaar in Nederland, wat we totaal niet hadden verwacht dat dit dan zou gebeuren. Of in het buitenland. Toen belde Sparta. Ik denk dat het. Er waren ook hele serieuze opties om naar het buitenland te gaan. Maar ik denk dat het voor mij privé gewoon beter is dat het nog een jaartje hier is. Verbaasd, maar wel dankbaar dat het dan 1 jaar met Sparta is. Wat vertelde Sparta in die eerste gesprekken? Meer gewoon het plan waarmee ze begonnen zijn. Dat was natuurlijk, ze hadden een missie, dat was terugkeren. En nu is een missie om erin te blijven. Meer gewoon hoe er gespeeld wordt en hoe de groep is en hoe Sparta werkt. Dus dat is allemaal positief. Het is een missie erin blijven waarin jij de nodige ervaring hebt. Is dat iets wat jij mee kan nemen naar deze club en wat Sparta kan helpen het komende seizoen? Ik denk dat het gewoon als team moet het beseffen zijn dat je voor elkaar door het vuur wil gaan. Je moet gewoon iedereen gaan verbazen en niemand zal wat verwachten van ons. Dus dan is het aan ons om iedereen te laten zien dat Sparta gewoon thuis wordt in de Eredivisie. De eerste zege is al binnen, niet helemaal oogstrelend, maar er werd wel gewonnen. Hoe vond je het gaan vandaag, VOC Sparta? Ja, kijk, ik denk dat het was gewoon niet goed, dat is duidelijk. In ieder geval als ik over mijn eigen helft kan ze de eerste helft spreek. Dat is duidelijk, maar... Ik denk dat de voorbereiding het belangrijkste is dat je heel blijft, fit wordt en elkaar gaat wennen. Dat het niet best is, dat is duidelijk. Dus aan ons om hard te werken en het te verbeteren. Het is je derde dag nu bij de club, je sloot iets later aan. Maar is het aftellen al begonnen naar die eerste competitiewedstrijd? Ja, daar doe je het voor. Uiteindelijk zijn dat de leuke dingen. Als de druk erbij komt kijken, dan wordt het leuk en dan worden de punten verdeeld en dan zie je waar je staat. De voorbereiding is niet mijn favoriete ding, maar het is wel heel belangrijk. Dus wordt hard werken. En die eerste competitiewedstrijd is voor het eerst dat je de echte Rotterdamse derby gaat spelen met een streepje op de E. Volgens mij, toen ik hier kwam hoorde ik al van Excelsior Sparta. Voor Excelsior is het Sparta en voor Sparta is het Feyenoord. Dus het is leuk om deze ook een keer mee te maken. Ik vond Excelsior Sparta heb ik altijd van genoten. Dus we gaan zien hoe dit is.